In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Ad Hagestein. Live vanuit Zierikzee. Welkom bij Zeeland Kiest, het dagelijks programma over de verkiezingen van 19 maart op Omroep Zeeland Radio, maar ook te volgen op tv en onze website zeelandkiest.nl. Vandaag zijn we neergestreken in Zierikzee in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Toch een soort van thuiswedstrijd voor mij. In het komende uur praten we onder meer over Brouwers Eiland, ofwel jachthaven van de toekomst, het milieu en de ouderenzorg. Meepraten kan via Twitter, gebruik daarvoor de hashtag Zeeland Kiest of u komt gewoon naar de raadzaal van het gemeente. Want ook de aanwezigen hier kunnen meedoen aan de discussie. Steek uw hand op en Koen van Dijen, de verslaggever van vandaag, komt naar u toe. En heeft u andere vragen, ook die kunt u kwijt op onze website zeelandkiest.nl. Te gast in Zierikzee, te gast bij burgemeester Gerard Rabelink. Goedemiddag. Aan alle burgemeesters van de gemeente waar wij in aanloop naar de verkiezingen te gast zijn met Zeeland Kiest, stellen we 3 vragen. Dat geldt dus ook voor u. Allereerst de vraag, hoe ziet uw gemeente er over 12 jaar uit? Nou, qua omvang hetzelfde, denk ik. Het prachtige eiland. Of dat minder, zeg ik dan gelijk. Wat zegt u? Of minder? Nee. Schouwen-Duiveland blijft Schouwen-Duiveland. Maar ik denk wel dat er een verschil gemaakt wordt. Alleen de inwoners worden wat minder. Ja, het aantal inwoners zal iets minder worden. Maar ik denk dat we dan spreken over een burgergemeente, Schouwen-Duiveland. En dat we ook productgemeenten kennen. En dat betekent eigenlijk dat die burgergemeente dicht bij de burger moet blijven staan. Het gemeentebestuur dicht bij de burger. Maar dat die productgemeente groter kan zijn. Dat die producten van een samenwerksverband kunnen komen bijvoorbeeld. Maar de burgergemeente Schouwen-Duiveland blijft, denk ik, gewoon bestaan. Op welke zaken die de gemeenteraad de afgelopen 4 jaar heeft bereikt, bent u nou als voorzitter van die gemeenteraad het meest trots? Het meest trots ben ik op het feit dat de gemeenteraad in samenspraak met het college heel veel besluiten heeft genomen die ten positieve zijn van de bevolking van Schouwen-Duiveland. En dan kan ik al die projecten gaan noemen. Dat doe ik niet. Maar wat springt eruit? Voor mij springt er iets uit wat misschien die gemeenteraad helemaal niet heeft besloten. En dat zijn die vrijwilligers die alles hier in stand houden bij die sportclubs. Dat zijn die mantelzorgers die zorg verlenen in die kleine kernen. En ik denk dat dat voor de toekomst ook ontzettend belangrijk is. En dan kun je die grote projecten, zoals het prachtige sportpark in Bruinisse, de sporthal die hier gerealiseerd is, het havenplein en de strandovergangen in de Westhoek, kun je allemaal op gaan noemen. Maar ik denk dat het met name gaat om het draagvlak in de samenleving en dat zijn die mantelzorgers en die vrijwilligers. Want die zorgen ervoor dat die sportparken ook kunnen blijven bestaan. Dat die sportvereniging kan blijven bestaan. Ja, en als dank worden ze gekort. Ligt niet altijd alleen aan die gemeente. Is ook vaak rijksbeleid. Ja, maar ik denk dat het gemeentebestuur heel zorgvuldig omgaat met die vrijwilligers. En dat ook een taak is voor de toekomst. Derde vraag. Waarom is uw gemeente de mooiste gemeente van Zeeland? Ik ga het niet voorzeggen. Nee, maar dat gaan we dan met elkaar even doen. Het veelzijdig landschap. Heel veel cultuur op Schouwen-Duiveland, de monumentensteden, de monumentendorpen, het Rijschoor, noem het maar op. Ja, je kunt een hele lijst opnoemen, maar ik denk dat we op Schouwen-Duiveland heel veel verschillende, op veel verschillende terreinen trots kunnen zijn op het eiland. Ja, dan heb ik voor u speciaal nog een vierde vraag, want u bent wel een hele bijzondere burgemeester. Want de enige, wat zeggen er meer? De enige burgemeester in Nederland die niet verbonden is aan een partij, een landelijke, nog een lokale partij. Ja, hoe anders is daardoor uw positie dan al die andere burgemeesters die toch een partij vertegenwoordigen? Ik ben echt onafhankelijk. En dat is ook te merken. Koen, jij kan het vragen, want er zitten hier ook veel raadsleden. Is deze burgemeester echt een onafhankelijke burgemeester? De eerste vinger die de lucht in gaat is van Jos Beijen van Onafhankelijk Schouwen-Duiveland. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, onafhankelijk, ik moest wel, hè. Maar het antwoord is ja. Ik merk geen enkele vorm van partijdigheid bij de burgemeester. Wat niet wil zeggen dat je het altijd met hem eens bent. Maar eerlijk is eerlijk, deze burgemeester is niet partijdig. Die vinger ging zo gretig de lucht in dat ik dacht, die komt een heel ander verhaal. Maar de rest van de raadsleden voelt zich niet geroepen om op deze vraag te reageren. Is deze burgemeester, die niet verbonden is aan welke politieke partij dan ook, inderdaad een heel onafhankelijke raadsvoorzitter? De SGP. Ik denk dat onze burgemeester boven de partijen staat. En dat komt op allerlei manieren tot uitdrukking. En ik denk dat zo is. Aldus Kees van den Bergen van de SGP. We zouden hem ook anders kunnen stellen, Koen. Gewoon zeggen, wie had er liever een burgemeester gehad van zijn eigen partij? Maar volgens mij gaat daar niemand volmondig ja op zeggen. Kijk even rond.
Nee, dat is inderdaad niet het geval. Dat heb je goed ingeschat. Burgemeester Rabelink is al van tafel gegaan om zijn stoel aan twee andere gasten te geven. We gaan het hebben over Brouwers Eiland. Vorige week viel het besluit over dat Brouwers Eiland, ook wel jachthaven van de toekomst geheten, aan de Brouwersdam. De meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich achter het plan voor deze jachthaven. Het kost 230 miljoen euro, maar die komt dan weer voor rekening van de bouwer en investeerder. Het plan bestaat kortweg uit 5 verschillende duurzame jachthavens met recreatiewoningen en krijgt dan de naam van Brouwers Eiland. Wat getalletjes, een paar maar: 425 recreatiewoningen, 125 hotellofts en 700 lichtplaatsen voor de jachten. Tafel Wout van den Berg van de VVD en Petri Danjou van de PvdA. Wout van den Berg, de VVD is altijd een groot voorvechter geweest voor de jachthaven van de toekomst, voor Brouwers Eiland. Waarom is die jachthaven, dat hele plan, nou goed voor Schouw en Duiveland? Nou, het is een unieke aanvulling op ons toch al rijkelijk toeristische product. De combinatie van verblijven en een recreatiewoning en ook een je boot voor de deur eigenlijk, dat is een vrij uniek concept. En wij denken dat veel nieuwe toeristen trekt naar ons eiland. En Peter de Danjou, de PvdA had die jachthaven, had dat hele plan liever niet doorzien gaan. Waarom niet? Nou, wij denken dat het een beetje een overbodige meneer Van den Berg zegt, het is een mooie aanvulling op het recreatieve product. Maar we hebben een paar jaar geleden een onderzoek laten doen. En het behoefteonderzoek recreatiewoning. En daar kwam heel duidelijk uit dat we voldoende recreatiewoningen hebben op Schouw en Duiveland. Dat zijn er ruim 4300. En daarin is geconstateerd dat de bezettingsgraad van die woningen relatief laag is. Dus dan lijkt het ons geen goed idee om dat uit te breiden. En verder zijn er nog een aantal dingen waarom wij er niet zo blij mee zijn. En dat is, welke? Dat gaat met name om de windsurfwereld. De locatie is een hele geliefde plek om te windsurfen. En dat gaat eigenlijk het hele jaar door. Er zijn heel veel mensen die ieder weekend en iedere vakantie hier naartoe komen om daar te genieten van de ruimte die daar is. En die mensen surfen niet alleen, maar die verblijven hier ook. Die zitten heel veel op minicampings in de buurt van de Brouwersdam. En dat is ook, dat zijn ook gasten waar we blij mee moeten zijn en die we ook graag willen behouden. En die we, denk ik, op deze manier een beetje van ons gaan wegjagen. En ja, even over die windsurfers, Wout van den Berg. Nota bene, twee jonge sportambassadeurs van de gemeente Schouw en Duiveland. Windsurfers, Dave... Hoe heet ze ook weer? Rick Jendroes en Davy Scheffers. Het zijn sportambassadeurs van de gemeente Schouw en Duiveland. En ze zijn mede-initiatiefnemer voor een actie op Facebook om dit plan tegen te houden. Want, zoals mevrouw Danjou zegt, die windsurfers die vrezen dat de wind weggehaald wordt door al die bungalows. Ja, goed, nu ben ik wel een klein beetje bekend met het fenomeen actievoeren. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen weerstand hebben tegen bepaalde zaken. Uw eigen sportambassadeurs? Er zijn ook mensen die hartstikke voorstander zijn. Er is uitgebreid gekeken naar het windaanbod en wat het voor effect zal hebben op de windsurfen. Dat lijkt alleszins mee te vallen. En aan de andere kant moet je wel realiseren, het is gewoon een uniek product. Er zijn grote ondernemingen. Maar moet je niet juist luisteren naar de mensen in het veld? Dat lees ik in heel veel partijprogramma's. Daar luisteren wij... Dit zijn mensen uit het veld. Daar luisteren wij heel goed naar, maar je moet het op een gegeven moment kunnen objectiveren. Je kan wel naar allerlei kreten luisteren, maar je moet op een gegeven moment objectief vast kunnen stellen, is hier nu schade aan wat voor tak van sport dan ook, of wat voor belang dan ook. Aan de andere kant is het een gigantische kans. En als ik dan bijvoorbeeld refererend aan I Have a Dream van de PvdA, zoals dat was verwoord in ons eiland vorige week, voor iedereen een baan. Dan droom ik weg en dan wordt die droom ruw verstoord. Als je dan hoort dat met name een PvdA dus tegen zo'n plan stemt, wat toch gigantisch veel werkgelegenheid genereert. Daar wil ik graag wel even op reageren, want dat wordt dus ons voorgespiegeld dat het heel veel werkgelegenheid had opleveren, honderden banen. Maar wij denken dat het voornamelijk een verplaatsing van werkgelegenheid is. Want er zullen elders minder klanten zijn, er zullen elders minder gasten komen. Mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven. En dat zal gewoon een verplaatsing zijn van de werkgelegenheid. Ja, het is mogelijk om op onze website zeelandkiest.nl vragen te stellen, te reageren. Een van de mensen die dat gedaan heeft is Janne van der Linden en Koen van Dijen staat bij haar. Ja, mevrouw van der Linden, ik heb begrepen dat dit plan nu al geld kost, hè? Ja, dat kost inderdaad al geld. Want... Leg uit. Wij zijn dus inderdaad eigenaar van een recreatiewoning. Maar daarnaast wonen wij ook op Schouwen-Duiveland. Het probleem is met de recreatiewoning op het ogenblik dat er dus duidelijk een overcapaciteit is op het eiland, zoals die mevrouw al zei. En ik vind het heel prima als er dus naar de toekomst wordt gekeken. Ik vind het ook heel goed als er wordt geobjectiveerd. Maar dan zou ik zeggen, zou er niet eens een mooi plan kunnen komen om en naar de toekomst te kijken,
maar ook naar het verleden, naar die oudere recreatieparken, het teveel aan plaatsen voor caravans. En die staan nou allemaal her en daar een beetje te verrommelen, terwijl de aandacht naar het nieuwe gaat. En ik denk dat er eigenlijk dus een plan moet komen, zowel naar de toekomst als naar het verleden, als je kijkt naar recreatieparken. Ja, volgens mij is Peter Danjou het wel met deze opmerking eens. Wout van den Berg? Nou kijk, als je ziet wat, en dat gaat dan breder dan Brouwers Eiland, wat er nu al wordt gesaneerd en herontwikkeld als het gaat over recreatieterreinen, dan denk ik dat Schouwen-Duiveland behoorlijk voorop loopt. En ik wil toch benadrukken dat het product wat hier geboden wordt, dat is gewoon uniek. Dat is geen vervangend product, maar dat is gewoon een uniek product. Dus er komt gewoon een nieuwe doelgroep op af. En dat is het grote verschil met het uitbreiden van bestaande parken of meer van hetzelfde. Ja, Koen, maar die doelgroep, dat moeten we nog maar afwachten, hè, of die er ook werkelijk is. Want er worden daar woningen gebouwd die inderdaad op de plaatjes er fantastisch uitzien. Dat hebben de architecten heel goed gedaan. Die hebben dat heel mooi verbeeld. En daar zijn we ook best van onder de indruk. Maar de vraag is of die doelgroep, dat zijn woningen die gaan minimaal 300.000 euro kosten. Wie kan dat betalen? Wie kan die huur daarvan betalen? Dat is natuurlijk maar de vraag. Koen, jij staat weer bij iemand die een vraag heeft of een opmerking wil maken. Ja, SGP, Kees van den Berg. Ja, ik wil even reageren op Petri Danjou van de Partij van de Arbeid. De SGP heeft recentelijk twee opzienbarende uitspraken vernomen van de Partij van de Arbeid. De eerste betrof, we hadden een voorstel ingediend om de prijzen opnieuw te verlagen voor een bedrijventerrein aan Straalweg 2, dat is hier bij Zierikzee. Om echt behoorlijk te verlagen, om zodoende de werkgelegenheid te stimuleren. Wie stemt tegen? Onder andere de Partij van de Arbeid. Tweede voorbeeld, daar hebben jullie het nu over. Echt een werkgelegenheidsproject. We hebben 856 werklozen op het eiland. 373 mensen in de bijstand. Het is een uniek project om de werkgelegenheid te bevorderen. Wie stemt tegen? De Partij van de Arbeid. Ja, dat hele plan, dat zou de eerste 3 jaar, zeker wat de bouw betreft, zo'n 800 arbeidsplaatsen opleveren. Nou, dat kunnen ze bijna allemaal in, die u net noemt. Is dat geen argument om zo'n project door te laten gaan, Peter Danjou? Dat is wat ik net al zei. Het is een verplaatsing van de werkgelegenheid. We gaan de mensen verschuiven van een niet zo goed florerend recreatiepark naar dan dat nieuwe park. En dat is wat er gaat gebeuren. Nou, maar je vergeet natuurlijk, het park moet gewoon gebouwd worden. En alleen Bouwend Nederland heeft al een stimulans als dit hard, heel hard nodig. Maar kunt u garanderen dat al die bouwers, dat bouwers van Schouwen-Duiveland zijn? Natuurlijk kunnen we dat niet garanderen, maar lokale bouwers die zijn ze ook heel goed bewust als het gaat om inschrijven en meedoen aan dat soort projecten, dat ze ook scherp moeten zijn. En wat dat betreft doet Bouwens Schouwen-Duiveland het heel goed. Nou, in ieder geval, de gemeenteraad die is vorige week akkoord gegaan bij meerderheid dat Brouwers Eiland aangelegd mag worden. Er moeten nog wat hobbels genomen worden. Een beeldkwaliteitsplan, de erfpacht moet geregeld worden. Een regeling voor de palingvissers. En zoals gezegd, die surfers die zijn ook nog tegen. Of dat het plan allemaal kan tegenhouden, dat valt te bezien.
nog iedere dag mis. En waar je nu ook zijn mag, echter is helder wat stilte nu jouw vriend geworden is. Ik heb zoveel gehoord en toch komt niets meer bij me aan. En dat is dus waarom ik 's nachts niet slapen kan. Als heb ik duizend nietjes over dit gemis. Ik zou het echt niet weten. Ik zou het echt niet weten. Ik heb zoveel gehoord en toch komt niets meer bij me aan. U heeft ze ongetwijfeld herkend. Ze zijn van ons bluf met Zo Stil. U luistert naar Zeeland Kiest, het programma van Omroep Zeeland over de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Te volgen via radio, tv en internet. En op internet kunt u nog veel meer horen en zien over de gemeenteraadsverkiezingen op onze speciale website zeelandkiest.nl. Zometeen een discussie over het milieu. Moet Schouwen-Duiveland nou wel of niet een oase van duurzame energie worden? Maar eerst horen we wat Koenraad van Meerenburg hierover te zeggen heeft. Hier voor de kust. Die Schouwenaren zijn goed van de leg. Het is wel niet zo schokkend als een beving, maar wel zeer negatief voor de omgeving. Toeristen blijven met zo'n uitzicht weg. Zo'n molenpark is iets dat onrust zaait, dus hopen ze dat dit gauw overwaait. Aan tafel, Gerwie Temming van GroenLinks, Robert Lievesen van Leefbaar Schouwen-Duiveland. Gerwie Temming, wat GroenLinks betreft, moet Schouwen-Duiveland een oase worden van en voor duurzame energie. En dan denk ik van, laat het dan maar niet overwaaien, dat windmolenpark. Nee, wij zien kansen voor duurzame energie. En windenergie is één van de vormen. En ja, waar komt dat park te liggen? Dat is natuurlijk de grote vraag, ook voor GroenLinks. Want het is wel belangrijk dat het past in de omgeving. Dat is enerzijds voor ons als eiland wel van belang. Er is er net ook al over gesproken. Past het voor de kust in de omgeving? Dat ligt er maar aan hoe dicht bij de kust. En daar zijn twee plannen in omloop. Beide zijn nog onzeker. Voor die ene die zo rond de 12 mijl, 20 kilometer uit de kust is. Het zal duidelijk zijn, daar zegt GroenLinks direct volmondig ja tegen. En de andere, dat is nog een afweging van factoren. Hoewel wij in principe uiteraard positief tegenover windenergie staan. Ja, Robert Lievesen, een oase of een Fata Morgana? Wat Leefbaar Schouwen-Duiveland betreft. Wat betreft die windmolens hoop ik op een Fata Morgana. Want wij denken als Leefbaar Schouwen-Duiveland dat wel degelijk van negatieve invloed gaat worden op ons recreatieve product, namelijk het strand en het zicht vanaf het strand. Maar goed, ik heb ook wel altijd geleerd, je moet proberen mee te denken. En wij begrijpen ook wel dat we verder moeten kijken dan onze neus lang is. Dat hebben we dan ook gedaan door bijvoorbeeld in te stemmen met de onderzoeken naar de getijdencentrale. Daar wordt ook gekeken, kunnen we daar ook energie uit op gaan wekken? En dan heb je niet van die hele grote turbines nodig in de lucht. Maar als ik toch uw programma bekijk, uw verkiezingsprogramma, dan vat ik het kort samen, misschien iets te kort. Maar dan is het duurzame energie oké, als het de gemeente maar geen geld kost. Ja, dat heeft u goed gelezen. Maar dan die getijdencentrale kunnen we wel vergeten, want daar zal toch overheidsgeld in moeten. Misschien niet van de gemeente, heel weinig van de gemeente, maar daar moeten wij toch allemaal aan mee gaan betalen. Dat zullen we allemaal moeten afwachten, meneer Hagestein, wat er uitkomt. Maar het is vooralsnog een rijksproject. Uw plan van GroenLinks, dat gaat veel verder. We hebben het nu even alleen over windmolens, maar die oase van duurzame energie, dat is meer dan alleen windmolens. Dat zijn kenniscentra voor zonne-energie, voor windenergie, voor getijdenenergie. Dat is het toekomstbeeld wat GroenLinks voor Schouwen-Duiveland voor ogen heeft. Ja, GroenLinks ziet zelfs nog meer dan zon, wind, water, wat u daarnet op noemt. Wij hebben hier een unieke bodem met zilte grond. Er zitten ook kansen voor speciale planten.
Dan denk ik aan Engels slijkgras, waar de Wageningse Universiteit proefgronden voor zoekt. We hebben aardwarmte, we hebben de getijdencentrale, we hebben hier een heleboel kansen. En GroenLinks denkt, laten we nou niet alleen maar meedenken voor het produceren, maar laten we leren en doen en daardoor een combinatie maken, zodat je hier ook met de vorm van een kenniscentrum gewoon voor jongeren, voor opleidingen ook extra kansen kunt bieden. Ja, ik zeg het nog even tegen de mensen in de zaal hier. Wilt u een opmerking maken, maak het kenbaar en u kunt meedoen aan deze discussie. Ik moet meneer Temmink wel een beetje gelijk geven, meneer Lievensen, want ja, Schouwen-Duiveland, die leent zich nou toch wel voor zonne-energie. We hebben de meeste zon, wind ja. hebben we ook genoeg. We hebben water, we hebben getijden, de hele dag door, 24 uur per dag. Ik kan nog even doorgaan. We hebben zeewier, we hebben landbouw. Waarom mag dan wat Leefbaar Schouwen-Duiveland betreft dat opwekken van duurzame energie geen overheidsgeld kosten en bijvoorbeeld het aanleggen van een weg wel? Het zijn prachtige initiatieven en net wat u zegt het ook goed, het mag geen overheidsgeld kosten in onze optiek. Maar wat is het verschil tussen een weg die aangelegd moet worden, waar overheidsgeld in zit, en duurzame energie dat opgelegd moet worden? Een weg die aangelegd wordt, nou, dan kan ik een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld om een weg veiliger te maken. Er is helaas is dat een beetje de tendens dat als wij gemeentelijk geld stoppen, bijvoorbeeld in een provinciale weg of in een rijksweg, dat dan wat op de planningen naar voren wordt getrokken, dan is dat gewoon het veiligheidsoverwegingen. Dus dat is iets totaal anders als een complete ambitie neerleggen om het beste jongetje in de klas te zijn aangaande je milieuambities. Maar als als bedrijven of wie dan ook zich wil vestigen op het eiland om bijvoorbeeld nader onderzoek te doen, ja, wij willen best wel meedenken over de plaats van de vestiging daarvan. Maar om daar gemeentelijk geld in te stoppen, nee. De komende tijd hebben we genoeg aan onszelf. Er komen genoeg zorgtaken naar de gemeente. En daar zullen we in eerste instantie het geld in moeten gaan stoppen. Dat is op dit moment prioriteit 1. Nou, GroenLinks wil daar toch wel even graag op reageren. Want nog geen maand of twee maanden geleden was toch ook de Leefbaar Schouwen-Duiveland volmondig voor om een ton extra te stoppen in het getijdencentrale verhaal. En dat is dus nog maar pas geleden gebeurd. En aan de andere kant, de kansen die liggen met duurzame energie, ja, die moeten we echt pakken. En het is wat... Dat heb ik u ook net gezegd. Dat was ter vervanging van de windmolens voor de kust. Een getijdencentrale is onder water. Daar hebben we geen zichthinder van aangaande de recreatie. Dus dat heb ik wel uitgelegd. Nou, maar dan heeft u het mij toch niet voldoende uitgelegd. Want de kansen die er zijn, die poetst u maar heel gemakkelijk weg. Terwijl ook in heel Nederland, en we zitten daar wat dat betreft met Europese wetgeving en Nederlandse wetgeving over die duurzame energie. Nou, wij zijn helemaal niet het beste jongetje van de klas. Het is best streng, hè, die Europese en Nederlandse. Ja, maar dat betekent dat wij daar kansen uit moeten halen. En dat betekent dat juist Schouwen-Duiveland die kansen moet pakken. Want daar waar we nu nog geen 5% van de duurzame energie in Nederland opwekken uit molens en planten of... zonne-energie, dat is een reden te meer om te zeggen, stap er nou in. Ja, ik breek even in, want ik heb misschien de mensen in de zaal net uitgedaagd om mee te doen. En Koen van Dijen, die staat met de microfoon klaar. Ja, twee reacties hier aan deze tafel. Daniel Joppe van het CDA, wat wilt u kwijt? Nou, het verhaal van meneer Lievensen, wat verder ondersteunend, het CDA vindt dat je ook vooral de ondernemers de ruimte moet geven om die activiteiten te kunnen ontplooien. En hierbij denken we bijvoorbeeld aan de installateur hebben we hier in Zierikzee. Die heeft een aantal jaren geleden besloten in zonnepanelen om daarop in te zetten. En is op dit moment de grootste leverancier van zonnepanelen in Zuidwest-Nederland. Dat betekent een hoop werkgelegenheid. Het is een bedrijf die hier op Schouwen-Duiveland is gevestigd. En dat breidt zich als een olievlek, breidt zich dat uit. Je kan kijken naar een ander initiatief. Er is een ondernemer bezig om... de zilte teelt te gaan kweken, waarbij ik nog wel een opmerking wil maken, dat je daar ook ontzettend goed je landschappelijke waarde in de gaten moet gaan houden. Je krijgt met zaken te maken als verzilting, zijn je collega-agrariërs, kan je die op een goede manier daarmee tegemoetkomen. Dus het idee wat wordt neergelegd, dat je daar als gemeente op moet inzetten, ik denk dat je daar rekening mee moet houden, maar dat je moet inzetten om ondernemers de ruimte te geven om die plannen te kunnen ontwikkelen. Dan even door naar uw buurvrouw. Ria Geluk van D66. Ja, D66 heeft duidelijk in zijn programma gezet dat wij willen dat in 2020 Schouwen-Duiveland zelfvoorzienend is. Dat is ook goed haalbaar. Al wij kijken heel vaak voor de promotie. Wat doen we nou om de promotie van het eiland te doen? Dan kijken we heel vaak naar het eiland Texel. Duurzaam Texel, dat is al heel ver en het is ook mogelijk. Als je alle verschillende elementen van zon, wind, water, afval en dergelijke neemt. Maar we moeten er wel op inzetten. En ik vind dat de gemeente daar ook best geld in mag stoppen natuurlijk om dat te doen.
Bovendien ben ik helemaal niet zo bang dat de toeristen meteen weg gaan lopen, omdat er ze op een aantal molens kijken. Ze kijken overal op molens. De recreatiesector had er ook geen bezwaar tegen dat er 3 molens komen op de Gouweveerse Zeedijk, waar ook gerecreëerd wordt. Dus er mag van mij best een windpark wat dichter bij zee komen, als het maar energie oplevert. Even een hele korte reactie van jullie beiden. Robert Lievense van Leefbaar Schouwen-Duiveland. Mevrouw Geluk begint even over energie-neutraal 2020. En dat is wel heel grappig, want in 2008 hebben we als gemeenteraad ingestemd dat we het streven is, het streven is om in 2020 energie-neutraal te zijn. Nou, daar kan onze partij ook wel achter staan. Alleen als in 2020 blijkt dat we nog fossiele brandstoffen nodig hebben, ja, dan wil ik daar wel graag gebruik van maken. Gerwie Temming van GroenLinks, korte reactie. Dat verhaal van de ondernemers de ruimte geven, dat willen we ook graag ondersteunen. Want wij waren de eerste, samen met CDA, die ook promoten om zonnepanelen op overheidsgebouwen te doen. En dat kun je verder uitbreiden met huursector en woningen. En ook wat betreft het beeld. Ja, de mensen aan het strand van Maasvlakte komen ook nog evenveel. Ook al staan er honderden molens. En dat is echt niet de reden om te zeggen geen duurzame energie. Integendeel. Straks is André de Jong uit Sirjansland te gast in Zeeland Kiest. Hij is penningmeester van de dorpsraad in Sirjansland en een vaste bezoeker van de vergaderingen van het gemeentebestuur. En we gaan het hebben over de ouderenzorg. Maar eerst het nieuwsbulletin met Mirjam van Wouwen. Het nieuws in Zeeland. Goedemiddag. De 51-jarige man die verdacht wordt van het doodsteken van een 19-jarige middelburger blijft 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De man zou de jongen zaterdagavond op de turfkaai in Middelburg hebben neergestoken. Aanleiding voor de steekpartij lijkt onenigheid tussen de verdachte en een groepje mannen, waaronder het slachtoffer. Donderdagavond houden zijn vrienden een stille tocht. Kees-Jan van der Klooster heeft zijn eerste training in Sochi erop zitten. De Vlissingse zitskier, die vanaf zaterdag in actie komt bij de Paralympische Spelen, deed dat onder moeilijke omstandigheden. De sneeuw is heel papperig. De Nederlandse regeringsdelegatie die naar Rusland zou komen heeft eerder deze week besloten dat niet meer te doen vanwege de spanning rond de Krim in Zuid-Oekraïne. Van der Klooster heeft daar begrip voor en denkt dat de Paralympiërs er zelfs hun voordeel mee kunnen doen. Voor de publiciteit is het goed en ik hoop dat mensen ook daadwerkelijk hun ogen gaan richten op wat we feitelijk doen en de livestreams gaan volgen van de NOS. De oud-eigenaar van discotheek De Hooizolder in Westkapelle krijgt zijn vergunning niet terug. De man was in bezwaar gegaan tegen het intrekken van zijn vergunning op 1 oktober vorig jaar. Burgemeester Van der Zwaag van Veren wilde toen alleen zeggen dat de vergunning werd ingetrokken vanwege privacyredenen. Het bezwaar van de voormalige eigenaar is verworpen, dus het besluit om de vergunning in te trekken blijft in stand. De Hooizolder was een populaire discotheek onder Zeeuwen en toeristen. Het aantal werkloze jongeren in Zeeland is vorig jaar met 20% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Eind december 2013 zochten 1400 Zeeuwse jongeren een baan. Landelijk nam het aantal werkzoekende jongeren nog iets meer toe met 21%. Vooral jongeren met alleen een basisschoolopleiding vinden moeilijk werk. Die groep steeg met bijna 45%. De gemeente Terneuzen telt de meeste jongeren zonder baan. Het weer in Zeeland. Vanmiddag is het zonnig bij een graad of 12. Vanavond en vannacht helder, lokale mistbank en afkoelend tot tussen 0 en 3 graden. Morgen veel zon en bij een matige zuidelijke wind wordt het 13 à 14 graden. Dat is nieuws in Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vindt u op omroepzeeland.nl. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Ad Hagestein. Vanuit het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland in Zierikzee is dit Zeeland Kiest, het verkiezingsprogramma van Omroep Zeeland. Dagelijks tussen 4 en 5 te volgen via radio, tv en internet. Op internet kunt u ook meedoen. U kunt vragen stellen, dat kan ook via Twitter, via de hashtag Zeeland Kiest. Dorpsraadslid André de Jong uit Sirjansland, die geeft zometeen zijn visie over de gemeentepolitiek op Schouwen-Duiveland. Maar eerst luisteren we even naar wat de mensen in Zierikzee eerder vandaag te zeggen hadden tegen Koen van Dijen. Mevrouw, u stopt uw boodschappen bij deze supermarkt in uw tas. Ik heb een vraagje over de politiek. Gaat u stemmen op 19 maart? Ik denk het wel. U weet het nog niet zeker. Waar hangt het van af? Omdat ik nog niet zeker weet waarop ik zou gaan moeten stemmen. U stemt niet automatisch steeds op dezelfde persoon of steeds op dezelfde partij? Nee, maar wel in dezelfde hoek. Wat is voor u belangrijk? Economie, toerisme, milieu... Ja, vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden.
Ik beschouw mezelf eigenlijk als een sociaal mens. Dus socialisme is eigenlijk voor mij belangrijk. Dus ja, ik kijk ernaar hoe er met mensen wordt omgesprongen, zeg maar. Dat is belangrijk. Dag mevrouw, gaat u stemmen op 19 maart? Uiteraard. Weet u al op wie of op wat? Nee, ik twijfel nog. Waar twijfelt u over? Waar hangt het vanaf? Nou, ik moet me er nog een beetje meer in verdiepen. Maar normaal gesproken stem ik eigenlijk altijd VVD. Maar omdat het lokaal hier nogal een rommeltje is, moet ik even te kijken wat er vandaan gaat worden. Ja, wat is een mogelijk alternatief? Misschien D66. U heeft nog 2 weken, hè? Ja, daarom. Kan nog even denken. Mevrouw, gaat u stemmen op 19 maart? Nee. Is dat een weloverwogen keuze? Eigenlijk wel. En waarom niet? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik moet er niet in verdiept zijn. Dus dan ja, stem ik ook eigenlijk niet. Dit is nu voor de gemeenteraad, maar provinciale staten en de landelijke verkiezingen. Stemt u dan wel of ook niet? Landelijke verkiezingen wel, ja. Ja, en waarom is dat dan wel belangrijk en dit niet? Ja, omdat ik daar dan veel meer mee bezig ben of veel meer over hoor op tv, maar de gemeenteraadsverkiezingen niet. 19 maart, zeg je dat iets? Zeg me niks, nee. Zijn de gemeenteraadsverkiezingen? Oh ja, ja, dat weet ik wel. Ga je stemmen? Ik wel, ja. Weet je ook al op wie? Dat weet ik nog niet. Als ik zeg 19 maart, wat zegt u dan? Kiezingen, gemeenteraad. Gaat u stemmen? Ik zou het echt nog niet weten wat ik moet gaan stemmen. Echt niet. Hoe komt dat? Waarom weet u dat nog niet? Ik weet niet. Gewoon te weinig informatie, denk ik. Het is te veel partijen die verschillende denkwijzen hebben. Vooral nou, landelijk is het ook een soortje natuurlijk. Dus het is gewoon echt moeilijk. Heeft de landelijke politiek zijn weerslag op de gemeentepolitiek deze zeker keer? Beter, zeker weten. Absoluut. Welke thema's denkt u dan aan? Crisis, bezuinigingen. En echt, de minister bemoeit er eigenlijk nou ook te veel met de gemeentes, denk ik. Want die gaan nou zo'n beetje de verkiezingscampagne leiden voor de gemeentes. Terwijl de mensen uit de gemeentes niet in beeld komen. Dus de gemeentepolitiek overlaten aan de gemeentelijke bestuurders? Vind ik wel, ja. Daar kiezen we voor. En Den Haag moet er buiten blijven? Vind ik ook. En als het verkiezing is voor Den Haag, dan gaan we daar wel op stemmen. André de Jong, penningmeester van de dorpsraad in Sirjansland. Welkom in Zeeland Kiest. U bent vaste bezoeker van commissievergaderingen, raadsvergaderingen van het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland. Eerst eventjes, hoe zit dat met de VVD, dat zootje? Nou, dat valt nog een mee, denk ik hoor. Ze doen het allemaal vrij goed en het zootje wordt gezegd door misschien door iemand die je niet kan beoordelen hoe dat je dat allemaal in je vrije tijd moet doen. Want ik waardeer altijd alle raadsleden die naast de activiteiten en de tijd die ze spanderen hier aan het vergaderen, bijna allemaal een fulltime baan hebben. En als je daarnaast dat moet doen, dan vind ik dat vrij knap. Dus het rotzooitje, dat moet je even tussen aanhalingstekens zetten. U doet er niet actief aan mee? Bent geen actief lid van welke partij dan ook? Nee, niet actief. Ik heb uiteraard mijn politieke voorkeur. En ik stem ook trouw iedere keer. En dat moeten we regelmatig doen tegenwoordig. Maar ik heb er geen moeite mee om te stemmen. Maar ik zit niet met een sticker voor mijn ramen thuis. Als u die vergaderingen, want u bezoekt ze regelmatig. Als ja. U ze nou een cijfer moet geven, die vergaderingen. Wat is dat dan voor cijfer? Zeg maar 8. Zo, hoort u dat, dames en heren, ja, van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland? Ze krijgen er allemaal rode konen van. Ja. Ja. Of mag ik dat niet zeggen tegen een goed geaarde VVD'er? En waarom? Er wordt hier dus goed vergaderd? Er wordt vergaderd, alle punten krijgen de aandacht. En als ik zie dus hoe dat er soms over ogenschijnlijk minuscule verschilletjes gehakt worden, dan vind ik dat echt belangrijk. Want voor de ene is dit belangrijk en voor de ander is dat belangrijk. Maar men heeft zich als regel goed voorbereid en men gaat tot het uiterste. En dan zal de democratie laat blijken of het wel of niet geaccepteerd wordt, ja of nee. Waarom volgt u ze? Nou, allemaal kan ik niet zeggen, maar waarom bent u hier zo vaak? Nou, ik vind dus dat als bewoner van dit eiland de politiek die maakt regels, die vertegenwoordigt ons naar de activiteiten toe. En daar mag je best je belangstelling voor tonen. En ik vind het soms beschamend dat ik dien als enige, maar als je s'avonds een belangrijke vergadering hebt en je zit met 10 mensen op de publieke tribune, dan zeg ik ja, men verdient meer. Ik bedoel, het gaat over jezelf. Er worden regels gemaakt waar je mee te maken hebt. Nou, dan mag je best belangstelling vertonen hoe dat tot stand komt. Nou, er zijn gemeenten die al heel blij zijn met 10 mensen op de publieke tribune, maar
Bent u er ook om te lobbyen? Want u bent tenslotte ook lid van de Dorpsraad Sirjansland. Ik ben lid van de Dorpsraad Sirjansland. En lobbyen is geen vies woord, hoor. Nee, ik begrijp me bekend. Maar netwerken, laten we het even zo noemen, is heel prettig. Als je weet, als je de mensen kent die hier beslissingen nemen en wethouders dus een pakket aan informatie doen toekomen waarmee ze moeten werken. En is het leuk dat je dat weet hoe het tot stand komt. Ja, u heeft meer invloed als dorpsraadslid, omdat u hier regelmatig komt, dan een dorpsraadslid dat hier nooit komt? Ik denk het wel, maar dan eerst als je hier zelden of nooit komt, dan heb je moeite om je aan te passen aan de situatie op zich. Terwijl als je regelmatig komt, dan weet je hoe het gespeeld wordt. En ik heb geen vragen, maar ik vind het gewoon belangrijk om te zien hoe dat iets tot stand komt. En daarnaast heb ik in mijn portefeuille als penningmeester zijnde heb ik ook nog het verkeer en de automatisering. Nou, automatisering is algemeen, maar het verkeer is een algemeen probleem op het hele eiland. En dan is het prettig dat je weet hoe dat het allemaal rijlt en zeilt en wie je moet benaderen als er discussie is. Koen van Dijk, dat roept even om een reactie uit de zaal, want meneer De Jong die zegt: ik laat me hier regelmatig zien en ik heb meer invloed dan een dorpsraadslid, een bestuurslid, dat hier nooit komt. Ja, de eerste die zijn vinger opsteekt bij dit onderwerp is Kees van den Berg, weer van de SGP. Ik wil allereerst meneer De Jong complimenteren, want het is inderdaad, hij is een heel trouw bezoeker van de raadsvergaderingen en dat verdient navolging. Maar luistert u naar hem wel? Wat zegt u? En luistert u naar hem wel en naar een ander dorpsraadlid dat hier nooit komt niet? Ik denk dat wij als gemeenteraadsleden moeten wij voeling houden met wat er leeft onder de bevolking op Schouwen-Duiveland. De dorpsraden vervullen als een van de spelers een belangrijke rol daarin. Ik moet bijvoorbeeld ook ons raadslid Jacqueline van Burg complimenteert die met haar partij heel trouw die vergaderingen van dorpsraden en ook andere instanties bezoekt. Wij hebben daar ook zelf over nagedacht. Wij moeten dat met elkaar doen als gemeenteraad om zodoende voeling te houden met wat er leeft onder de bevolking. En wat de heer André De Jong doet, dat verdient navolging. Dank u wel. Ja, maar nou denk ik toch, als u dat zo zegt, dan gaan we elkaar nog complimenteren ook. U zit in een verkiezingsstrijd. Ik zou dat niet te veel doen, hoor, meneer Van den Bergen, want dat gaat u straks nog stemmen kosten ook. De andere raadsleden, hoe staan die tegenover de regelmatige bezoek van de heer De Jonge en andere dorpsraadsleden die dat niet doen? Jos Bijen, onafhankelijk Schouwen-Duiveland. Ja, het is op zich fijn, maar het moet natuurlijk andersom zijn. Wij zijn de raadsleden, dus wij moeten ons onder de bevolking begeven. Het mag niet zo zijn dat wij hier zitten en dat we zeggen wat fijn dat u ons wilt bezoeken. Hoe ver hebt u woorden dat er te weinig gebeurt? Nou goed, ik doe zelf mijn best, ik denk andere collega's ook. Maar ik vind inderdaad, als je wil weten wat er leeft op een eiland, moet je op je fietsje of te voet tussen de mensen begeven, zelf als raadslid. En niet afhankelijk zijn van de mening van mensen die hier dan toevallig komen. Is dat zo, vertegenwoordiger van Alert, Jos Hooijmakers? Ja, ik vind, kijk, zo'n dorpsraadslid wat hier zit en dus zeg maar van eerste hand hoort wat er allemaal besloten wordt en waarover gediscussieerd wordt, dat koppelt hij natuurlijk terug in zijn eigen dorpsraad. Hij realiseert zich dat hier heel veel besluiten genomen worden die van invloed zijn op zeg maar de kernen en de steden die we hebben. Dus wil jij goed weten van wat hier gebeurt, moet je hier aanwezig zijn, want andere communicatiemiddelen en zo, die lopen niet allemaal zo soepel. Ja, je moet dus hier aanwezig zijn als je als inwoner wil weten wat er gebeurt. Maar uw buurman zegt, nee, wij moeten zelf naar die burger toe. Het zou niet zo moeten zijn. Ik ben het helemaal met u eens dat het niet zo zou moeten zijn. Maar de praktijk leert toch wel dat het anders is. Ja, meneer De Jonge, ziet u wel eens raadsleden in Sirjansland? Jawel, wij hebben dus een aantal malen per jaar hebben een openbare dorpsraadvergadering. Daartoe zijn we verplicht. En wij nodigen ook alle politieke partijen uit in Sirikzee. Dat gaat standaard, gaat dat. En een aantal die reageren erop en die zijn bij ons gast. Ja, en dat wordt zeer gewaardeerd. Regelmatig, vaak, nou ja, soms? Ja, nou regelmatig. Wij hebben even 3 à 4 openbare raadsvergaderingen per jaar. Nou, en bij die vergaderingen wordt men uitgenodigd. En als ik u nou vraag, uw aanwezigheid hier, uw regelmatige aanwezigheid hier, wat heeft u daarmee nou binnengehaald voor Sirjansland? Wat komt dan het eerste bij u op? Een jaar of 10, 12 geleden, toen werd ik lid van de dorpsraad. En toen was net een heel mooi project wat
de dorpsraad Sint-Jansen mede heeft binnengehaald, is namelijk een vrijliggend fietspad langs de brede weg vanaf Sint-Jansen naar de N59 toe. Dat is 2 kilometer lang en daar is lang over gediscussieerd en gelobbyd om dat voor elkaar te krijgen en dat is gebeurd. Nou, dat zijn dingen als je gewoon, als je de mensen kent en je weet bij wie je moet zijn en van de een verneem je wat meer dan om hoe dat je dat verder moet spelen. Nou, dan is dat fantastisch allemaal. Dus dat hebben we denk ik mede bereikt door een goede relatie met de gemeente. Het verlengstuk, hè, zijn wij. Ja, en dat vergoedt dan al die tijd die u er hier in het gemeentehuis in heeft gestoken, ruimschoots. Ik vind het fantastisch dat alle raadsleden zoveel tijd spanderen aan dit. En dat nogmaals gezegd, maar dat vind ik belangrijk. Dat mag je best belonen door aanwezigheid te zijn. Nog een laatste opmerking, Koen van Dijen. Ja. Van Ria Geluk van D66. Wij vinden van D66 de dorpsraad natuurlijk ontzettend belangrijk. Het is lang niet altijd mogelijk om alle vergaderingen te bezoeken, maar het is ook veel belangrijker dat de inspraak, de betrokkenheid van de dorpsraden bij het gemeentelijk beleid vast ligt en uitgevoerd wordt. En daar vind ik dat nog wel wat aan kan verbeteren. Dus wij vinden dat de dorpsraden veel meer kunnen en mogen beslissen wat er in hun eigen dorp gebeurt, met een bepaald budget erbij, en dat dat verankerd ligt in de regelgeving zoals we als gemeente hebben. Even kort, meneer De Jong, wilt u die verantwoordelijkheid om voor uw eigen dorp besluiten te nemen? Nou, dat kun je toch niet doen zonder dat je continu contact hebt met de gemeente. Want dan zit je toch tegen wet en regelgeving aan en die bij ons niet bekend is. Dus dat is op zich is dat een heel mooi streven. Maar zover zijn we nog niet. Ik bedoel, dat is iets wat in de toekomst misschien wel mogelijk is. Maar er is wel enige andere voorbereiding aan om dat te kunnen doen. Ja, André De Jong, penningmeester van de dorpsraad in Sint-Jansland. Straks gaan we het hebben over de ouderenzorg met ben bij mij aan tafel Wim Dorst van de ChristenUnie.
Say Heaven, Say Hell, de nieuwe hit van Miss Montreal bij Zeeland Kiest van Omroep Zeeland. Bejaardenhuizen in de huidige vorm verdwijnen. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen en voor hun zorg meer een beroep doen op familie en buren. Is misschien wat kort door de bocht, ik geef het toe, maar dat is de toekomst van de ouderenzorg. Bij mij aan tafel Wim Dorst van de ChristenUnie. Enkele jaren geleden nam hij het initiatief tot de bouw van Hebron, een kleinschalig verzorgingshuis in Nieuwekerk op reformatorische grondslag voor 16 bewoners met dementie. Meneer Dorst, u vond die grote tehuizen maar niks? Ja, niks is een groot woord. Toen was er al sprake van dat de zorg zeker ging veranderen. Ook op het gebied van verpleeghuiszorg. En je ziet nu al eigenlijk dat je steeds meer initiatieven ziet tot kleinschalig wonen. Wij waren dat iets voor toen. En de zorg die daar geleverd wordt is het idee, het naam zegt al, kleinschalig. Gewoon in de kern met een kleine groep mensen. En zoveel mogelijk wat je zelf kan, ook als dementerende, zelf blijven doen. Altijd aanwezig, die zorg? Die is 24 uur per dag aanwezig, 7 dagen in de week. En hoe zelfstandig zijn dan de mensen die in Hebron wonen? Nou, er zijn natuurlijk mensen die niets meer kunnen, die zover in een dementie zitten, die in een rolstoel zitten en waar je eigenlijk niet van weet wat daar nog binnenkomt. Er zijn ook nog mensen die in het beginstadium zitten van hun dementie, die bijvoorbeeld nog heel goed mee kunnen helpen met de aardappelen schillen. En daar zitten gewoon de mensen die bijvoorbeeld niets meer kunnen, zitten dan ook gewoon aan tafel, die wel misschien de geur nog opnemen van gekookte aardappelen en koffie die gezet wordt en kroten die gekookt worden. Ja, en even voor de goede orde, dit is niet het raadsel lid van de ChristenUnie die dit zegt, maar dit zegt u meer omdat u naast de raadslid gewoon ook een baan hebt en u heeft ook zelf een baan in de zorg. Ja, dat is correct. Maar ja. Met ook dementerende patiënten. Ja, ik werk zelf als geriatrieverpleegkundige, dus ik zie alle 70-plussers die vallen onder die categorie, dus die zien wij. Ja, even terug naar het landelijke beeld dat ik eerder schetste. Ouderen kunnen in veel mindere mate terecht in verzorgingshuizen, moeten langer zelfstandig blijven wonen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb enkele weken terug in de bijlage van de PZC, tot mijn verbazing noemde Albert de Vries het een zegen dat de verzorgingshuizen dichtgingen. Ik nodig hem graag een keer uit in ons ziekenhuis, wat voor ellende dat veroorzaakt. Ellende veroorzaakt dat? Nou ja, mensen vallen tussen wal en schip. Het is te goed voor een verpleeghuis, te slecht voor thuis. Dus hebben we een probleem. En dat probleem is? Dat ze dus niet meer naar huis kunnen en niet in een verpleeghuis komen. En die mensen van links naar rechts worden geschommeld. En dan wordt er een beroep gedaan op mantelzorg. Die mensen moeten naar huis in de niet aangepaste woning. Ik kan u vertellen dat dat wat aardig problemen oplevert. Nou schetst u eens een toekomstbeeld van iemand die wel die zorg nodig heeft, maar niet kan terugvallen op mantelzorg. Nou, dan komen we denk ik bij veel vrijwilligersorganisaties, de Zonnebloemen, het Rode Kruis, Nederlandse Patiëntenvereniging. En ik denk dat er een hele grote rol klaar ligt voor de kerken van ons eiland. Ja, in sommige gemeenten, want u heeft het nu over patiënten die geen zorg nodig hebben, als we dan een stapje terug doen of vooruit. Er zijn ook heel veel mensen, heel veel ouderen, die een beroep doen op thuiszorg, op alfahulp. Ook daarin wordt gekocht. In sommige gemeenten hebben mensen al een brief gekregen van met ingang van 1 april in Hulst bijvoorbeeld 50% minder. Cliënten kunnen daar weinig aan doen, want bezwaar maken kunnen ze niet. Dan wordt medische zorg gekoppeld aan huishoudelijke hulp, dat indicatiesysteem. Dat moet wat u betreft anders. Ja, kijk, wat mij betreft wel, maar het feit is dat het veranderd is en dat we hiermee te dealen hebben. En kunt u als gemeentebestuur niets aan doen? Nou, we kunnen zeker wel wat doen. Dat hebben we ook de afgelopen raadsvergadering gedaan, dat die raadsbreed een amendement is aangenomen. Dat we het Centrum voor Jeugd en Gezin, zo we dat nu hebben, dat we dat willen uitbreiden als gemeenteraad van Schouwen-Duiveland met een tak professionals van de ouderenzorg. Waar dit soort probleemgevallen die gesignaleerd worden door familie, door huisartsen of door wie dan ook, daar terecht kunnen. Dat het vanuit dat centrum gecoördineerd gaat worden en op zoek gegaan wordt naar een oplossing. Ja, Centra voor Ouderen. Ja, Centrum Jeugd en Gezin en Ouderen. Ja, en daar zitten alle betrokkenen van de zorg, de huisartsen, de ouderenbonden, GGZ, de GGD, de gemeente ook, die zitten daarbij. En bijval van andere raadsleden voor dit plan om Centra voor Ouderen in Schouwen-Duiveland op te gaan richten? Ja, Jos Beijen van Onafhankelijk Schouwen-Duiveland. Ja, dus bijval voor. Even een bruggetje naar de energie Schouwen-Duiveland. Het Rijk verspilt 18 miljard euro aan een energieoverschot. Als we nu het hebben over prioriteiten, dan denk ik dat wij als gemeente veel meer aandacht moeten besteden aan de zorg. En dat ook zullen moeten communiceren richting de Rijksoverheid. Dat is van een veel groter belang dan al die onzin met zonnepaneeltjes en wat iets meer zijn. Dus ik steun de heer Dorst in zijn visie.
Ja, dat vind ik wel heel erg makkelijk. Maar wat moet er dan concreet gebeuren? Meer budgetten voor die mensen die tussen wal en schip vallen. Meer geld voor de professionals. En meer budgetten bedoelt u dan tegelijkertijd ook meer, zoals dan gezegd wordt, meer handen aan het bed? Meer handen aan het bed, ja. Ik denk dat er heel veel nog te halen valt in de bureaucratische toplagen. En dat je daar weg kunt halen ten gunste van de handen aan het bed, zoals dat dan heet. Ja. Ja. Al die taken die de gemeente op zich krijgt, want dat betreft niet alleen de maatschappelijke zorg voor ouderen en de langdurige zorg. Het gaat ook de jeugdzorg, komt ook op de nek van u als raadslid terecht. Even ervan uitgaand dat u straks ook gekozen wordt. Wat de ChristenUnie betreft, rechtvaardigt dat ook een vierde wethouder voor de gemeente Schouwen-Duiveland, toch? Ja, dat er zijn er nu drie. Ja. Nou ja, zeker. En te meer, we hebben altijd vier wethouders gehad. We hebben deze periode zijn er drie wethouders geweest. Ik denk dat we daarvan moeten leren. En terugziend is dat een drukke periode geweest voor deze wethouders. Dingen die nog komen vanuit Den Haag, de drie decentralisaties, dat is wel zo omvangrijk dat dat gewoon niet te doen is, ons inziens, met drie wethouders. Dus wij pleiten zeker voor een vierde wethouder die dit gaat doen. Ja, even bij hand opsteken, één per partij graag, want de tijd is onverbiddelijk en die is bijna op. Wie is voor een vierde wethouder? Welke partijen? Oh, er komen na de verkiezingen vier wethouders in Zierikzee. Ik zie het al. Wim Dort van de ChristenUnie, dankjewel voor jouw deelname, jouw bijdrage aan dit programma. Zeeland kiest zit erop. Katinka Polderman rijdt vanavond in onze televisieuitzending weer door de provincie. Morgen zijn we in Goes. Koen, wat zijn daar de hete hangijzers? Daar zijn de hete hangijzers het cameratoezicht in de binnenstad en de economische toekomst van Goes, bedrijventerrein De Poel 5 maar liefst. Dat is pas morgen. Tot die tijd heeft Omroep Zeeland nog veel meer te bieden. Waaronder zometeen op Omroep Zeeland Radio het Zeeuwse Nieuws met Renate van Dessel.